Oh, wat moet ik nou? Ik wil zo graag trainen! Aanvoerder? Austin? Meneer, mag ik naar mijn eigen huis? Wat doet hij nou? Dat vindt de coach nooit goed. Dat is goed, als je morgen maar terug bent. Bedankt, meneer. Nog een fijne dag en tot morgen. Waarom mag hij wel weg? Hij is een uitzondering. Camelia? Hoezo een uitzondering? Weet ik niet, maar dat is met hem afgesproken. Hij schijnt recht te hebben op een voorkeursbehandeling. Mark, we komen jullie aanmoedigen tijdens de wedstrijd. Er is niemand. Hé, wat? Ze mogen hun kamers niet uit. Ik hoop dat het goed gaat. Deze coach is echt raar. Iedereen vindt hem raar. Ik ga er eens even wat van zeggen. Coach, wat is hier allemaal aan de hand? Ik zie het al. U houdt de wacht. Uitstekend. Dat wilde ik net voorstellen, want je weet maar nooit, hè? Nou, ik ga weer. Welke hier? Nou, die heb ik even op zijn nummer gezet. Heel stoer. Zo, ik heb er genoeg van. Ik ga naar buiten, door de deur. Dat zou ik niet doen als ik jou was. Dit gaat slecht aflopen. Wacht eens even. Hij is ontsnapt. Oké, het is nu of nooit. Jude. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik begrijp niet waarom onze trainer doet wat hij doet. Maar zijn reputatie van vervloekte trainer en het feit dat hij betrokken was bij een incident op Cherry Bloom Junior High zeggen mij dat hij iets in zijn schild voert. Luister, Jude, ik begrijp hoe je je voelt. Maar ik zal onze coach gehoorzamen. Hè? Huh? Mark is mijn aanvoerder. En als Mark gelooft in meneer Travis, dan geloof ik ook in hem. Huh? Hey Mark, kun je zo slecht stilzitten dat je ook in je kamer nog gaat trainen? Hey, wat doe je nou? Dude, grab die bal! Wat een schot! Zo ken ik je weer, Jude. Oh, dat doet me goed. Het beste team ter wereld zijn. Dat is mijn grootste droom. Het voetbalfrontier internationaal. De allerbeste teams van de wereld gaan...